Ik ben Toos Plug, geboren Heuners Paarboord. Ik woon al heel lang in Hoorn. Op dit plekje hier, daar, als je daar kijkt in de flat. En ik heb dus, zoals je ziet, een scootmobiel om me wat voor te bewegen. En wat zou ik dan doen als ik burgemeester was van Hoorn voor één dag? Ik zou een ambtenaar van de buitenlijn meenemen, ook in een scootmobiel. Kon hij achter me aanrijden en dan kon hij eens even met zien wat ik allemaal ervaar. Als ik gewoon hier alleen maar mijn straatje uitrij om naar het ziekenhuis te gaan bijvoorbeeld. Want dat moet ik af en toe nog eens. Ik heb een strippenkaart op de poli. En dan moet je dan eens kijken. Hier, die tegels. Alles zit los. Op een heleboel plekken in Hoorn heb je dat. Kijk, als het mooi weer is in die paar zomerdagen die we hebben, dan heb je er geen last van. Maar als het een beetje winderig is en een beetje waait en regent en je gaat daar overheen met je scootmobiel, nou, dan zit je dus helemaal onder de modder en je wordt ook niet vrolijk. Moet je eens kijken hoe het helemaal weer ziet. Hobbel, hier die tegels. En dat is dus hier overal, hoor. Ik kan gewoon ook niet rijden en ik ben al lang overal. Het allerergste is dan nog, als je dan moet je dus die kant op, hè, want je wilt naar het ziekenhuis toe. Nou, dan heb je hier dus een hoge drempel, want ze hebben allemaal van die mooie drempels, hè, om het verkeer te dempen. Nou, dan moet je maar eens opletten wat er gebeurt. Dat ik dat moet doen. Ik doe heel zachtjes eraf. Een ander stukje van de rem dat ik lekker doe. En dan sta ik hier dus tussen die verkeerde kijkers te piepen. Hè. En dan moet ik dus uitstappen. En proberen op de rem te zetten. Nou, dat is niet makkelijk hoor. En dat is dus nog maar een heel klein stukje. Niet alleen op de Jonnestraat waar ik woon. Maar om de stad in te gaan, moet ik hier af. En deze ergernissen, die ik dus elke keer als ik met de scootmobiel ergens naartoe wil, hè? Nou, ik vind dat daar de burgemeester wel eens wat aan zou moeten doen, hoor. Gewoon zijn ambtenaren de opdracht geven om het eens goed vast te leggen wat er nou fout is. Want als ik de buitenlijn bel, dan zeg ik, ja, mevrouw, we zullen er naar laten kijken. En dan krijg ik een brief dat ze er naar gekeken hebben en ze vinden dan dat de overlast wel meevalt. Nou, niet dus, hè?